Dan is hier de gouden envelop van Sinterklaas dus. Die geef ik aan u. En dan zijn jullie klaar voor, jongens? Ja. Is de jury er klaar voor? Ja. Ja. Is het publiek er ook klaar voor? Ja. Dan hebben we een tromroffel. Daar komt ie. De winnaar van de Kinderprijs 2022 is iemand die zich al jaren inzet voor anderen. Iemand die zorgt voor verbinding, die zorgt voor veiligheid. De winnaar is Xavi. Ja! Groot applaus voor Xavi! En vooral ook een heel groot applaus voor alle genomineerden. Want jongens, jullie zijn echt allemaal winnaars natuurlijk. Xavi, dan moet ik altijd vragen, wat gaat er door je heen? Natuurlijk heel blij dat ik deze prijs heb gewonnen. Maar niet vergeten, de andere genomineerden zijn ook natuurlijk allemaal winnaars. Dus even een applausje voor hen. Xavi, jij hebt al heel veel samengewerkt met bekende sporters. Ook met politici, ook met politie en anderen. We hebben een kleine videoboodschap voor jou. Iedereen hier heeft het natuurlijk over het Nederlands elftal, over het WK voetbal en over Qatar. Maar de bondscoach heeft ook nog tijd voor echt belangrijke dingen. Hij ziet dat de jeugd verschil maakt. Xavi, of moet ik je zeggen Xavi? Want ik heb ook een Xavi gehad bij Barcelona. En dat was één van de beste voetballers van de wereld. En jij krijgt een prijs. Een prijs die je echt verdient. Jij verbindt mensen met elkaar. Dus het is voor mij een eer om jou toe te mogen spreken. Er is zelfs een staatssecretaris die deze prijs gaat uitreiken. Hoe belangrijk is dan deze prijs? En dat verdien jij. Mensen binden voor elkaar. Mensen motiveren voor een betere wereld. En dat doe je op jouw manier. Van harte gefeliciteerd. Ik sta volledig achter je. En heel veel succes. Dag, Xavi. Ja.